Na de wimper-extensions zijn er nu ook wenkbrauw-extensions. Hoe gaat dit in zijn werk? Klopt, we hebben inderdaad wenkbrauw-extensions. Daarbij kunnen we op een bestaand haartje een kunsthaartje zetten. Waardoor we dus de wenkbrauw voller kunnen maken. Daarnaast is er een tweede techniek waarbij we een kunsthaartje kunnen zetten op de huid. Dus op het moment dat iemand of te veel geëpileerd heeft, waardoor de haartjes niet meer terugkomen, of heel weinig haartjes heeft, of door ziekte of chemotherapie helemaal geen haartjes heeft, kunnen wij daar ook een wenkbrauw van maken. En hoe gaat het in zijn werk? Hoe lang blijft zo'n haartje zitten en met wat voor lijm werken jullie dan? Je zei net al twee soorten. Ja, er zijn daar twee soorten lijm. Eén voor op de huid en één voor op de haar. Op het moment dat de extensions op de haar gezet worden, blijft het 2 tot 3 weken zitten. Op het moment dat het op de huid gezet wordt, is dat 1 tot 2 weken. We zien hier nu een wenkbrauw opgevuld worden. Hoe gaat het proces precies in zijn werk? Nadat we kijken welke kleur en welke dikte voor de extension we gaan gebruiken bij de klant, wordt de extension met de lijm bevestigd of aan de haar of aan de huid. Je hebt het telkens over de lijm. Hoe zit het met de gevoelige huid? Met de gevoelige huid hebben we inderdaad een speciale lijm voor. Op het moment dat een extension gezet wordt op de haar, heeft dat geen aanraking met de huid. Op het moment dat we de extension echt op de huid gaan plaatsen, hebben we daar een speciale medische lijm voor die getest is, inderdaad ook voor de gevoelige huid. Het is allemaal belangrijk, wat voor soort haar gebruiken jullie? Wij gebruiken geen echte haartjes. Het zijn kunstmatig gemaakte haartjes die heel licht zijn en het meest lijken op de natuurlijke wenkbrauwhaartjes. Oké, dankjewel. Graag gedaan.